Edwin, het schilderijendepot. Ja. Een rekje eruit getrokken. Ja. We staan bij deze meneer. Ja, interessant verhaal over die meneer, denk ik. Dat zal vast wel, anders had je me niet uit het voorschijn gehaald. Nee. Wie is dit? Dit is Marcus Levy van Gelderen. Marcus Levy van Gelderen. Precies, ja. Ja. En het bijzondere aan hem is, misschien weten mensen wel, je had die textielfabrieken van Gelderen. Mm-hmm. Onder andere de Nijverheid. Ja. Die heeft hij allemaal groot gemaakt. Maar hij is gewoon als boekhouder op 18-jarige leeftijd naar Borne gekomen. Oké. Okay. En hij heeft beetje bij beetje zijn vermogen uitgebreid. Hij kreeg gewoon een functie binnen dat bedrijf. Ja, en op een gegeven moment was hij daar directeur. En hij heeft op een gegeven moment alle aandelen tot het hele bedrijf van hem was. En er zijn nog drie bedrijven in Twente die hij opgezet heeft of overgenomen heeft. Hij had vier bedrijven. Hij had vier zoons. Die werden ook allemaal... Directeur, die kregen directeur van, elk hun eigen bedrijf. Dus de meest technische, die heeft dus ook Ramen Union gedaan. Ja. Dus met technisch inzicht heeft hij Ramen Union groot gemaakt. En hij is overleden in 1939. Maar het bijzondere aan hem is ook nog, alle fabrikanten hier, hadden samen een soort sociëteit, de grote sociëteit. Ja. En daar kon je wel of niet lid van worden. Nou, het was een ballotagecommissie. En hij heeft op een gegeven moment een verzoek gedaan dat hij lid mag worden van de grote sociëteit. Dat hij bij de club van textielfabrikanten hoorde. En is hij voor afgewezen. Jo, okay. In een brief. En daarin stond klip en klaar, u bent afgewezen omdat u Joods bent. Niet? Ja. Maar dat impliceert dat Menko er ook niet in zat. Die zat er ook niet in. Nee. Maar hij was als eerste dat hij als Jood bij die club wilde horen. Dus kennelijk had Menko niet eens een verzoek gedaan. Die wist wel dat het hem niet zou worden of zo. Ja. En dat zegt maar toch dat, wel iets, hè? Dat onderscheid was er dus. Tussen de Van Heeks en de Terkuilers. En... Ja, de protestanten. Ja. Dus ze hadden gewoon als beleid, katholieken en joden mochten geen lid worden van die sociëteit. Ja. Hij was daar heel boos over. Hè, dat hij niet toegelaten werd om het feit dat hij Joods was. En in de jaren 30 is toch besloten uiteindelijk, dat is ook niet... Dat is best wel lang eigenlijk nog, dat toch die Joodse fabrikanten, dat die lid mochten worden van die sociëteit. Ja. En eigenlijk is dat wel helemaal goed gekomen als je ook nog een keer beseft dat in de Tweede Wereldoorlog, die hij net niet heeft meegemaakt, dat de textielfabrikanten hier in de regio enorme bedragen hebben geschonken in fondsen om Joodse onderduikers te helpen en ook familie van hem. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij niet meer meegemaakt, maar zijn zoons waren de directeuren. Die zijn allemaal omgekomen. Allemaal? Allemaal. Drie in een concentratiekamp en eentje vlak na de oorlog bij Sachsenhausen, geloof ik. Net na de bevrijding is hij toch nog overleden. Zijn kleinzoon, Henk van Gelder, die heeft na de oorlog die fabrieken weer opgezet. Maar de Nijverheid... die fabriek van Gelderen, daar komen de Jodensterren toch vandaan? Nou ja, dat is natuurlijk heel zuur. Hè? Dat is een fabriek, Joodse eigenaar. Op een gegeven moment werd ook Van Heek wel gewipt uit die fabriek. En daar zijn ze, de Jodensterren zijn ze daar gaan produceren. 500.000 hebben ze daar geproduceerd. Ja, eigenlijk alles wat in Nederland aan Jodensterren... Ja, want iedere taal die had natuurlijk... Precies. De een had Joden in Duits en in Nederland stond er Jood. Hè, dus de Nederlandse Jodensterren die zijn allemaal hier gedrukt bij de Nijverheid in de fabriek die hij heeft opgezet. Ja, dat is natuurlijk... Ja, hoe cynisch kan je het verzinnen? Ja, het is enorm. Hè? Ja. En die Henk van Gelderen, dus zijn kleinzoon, die heeft de oorlog overleefd. Ja. Dat was een jongvolwassen man in die tijd. Ja. Maar die heeft in het verzet gezeten, toch? Ja, die heeft in het verzet gezeten. Ja, die heeft ook onder andere onderduikers gezeten. Hij zat natuurlijk zelf ook ondergedoken. Ja. Hij was natuurlijk zelf ook Joods. En die heeft een flinkse verdienste gehad in het verzet. En na de oorlog... Fabrieken nog weer weer terug in de running gebracht. Ja. Ja. Wat nog wel een aardig detail is aan dit schilderij, is dit rode streepje wat je daar ziet. Ja? Ja, dus als je een medaille krijgt, dus zo'n mooie blinkende medaille, dan zie je met die soldaten ook altijd, dan krijg je zo'n streepje en dat kun je dan opdoen en dat geeft aan dat je die medaille hebt. Nou, dat is een streepje van een medaille en die medaille die heeft hij gekregen
Van de Belgische overheid voor zijn hulp aan Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. En dat was toen hij fabrikant was hier in Enschede al. En hij is dus een van de mensen die hier in Enschede daadwerkelijk voor bedankt is met een medaille door de Belgische overheid. En kennelijk droeg hij dat toen hij poseerde voor de schilderij. Hij was daar kennelijk trots op. Ja. Ja.